kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen, zo gelijk deze lucht. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ik ga nog eens een keer, ik ga niet weg. Normaal gezien moest ik nu al bijna op het wijk arriveren. Maar tot heden wil mijn boeleke zich niet verplaatsen. Ik zal, jullie vragen zich nu af van hoe dat? Ja. Wel, ik zal het jullie laten horen. Dat zal ik open doen en al. Dat lukt perfect. En dan als ik wil starten. Wilt hem niet. Kijk eens, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is... Ja, dankjewel dame, dat je nog wel connect. Het is geen goede morgen voor mij. Normaal gezien was ik nu al onderweg naar mijn wijk toe. Was ik bijna aangekomen op mijn werk. Ik heb al mijn wijk al verwittigd. Ik zit met een loopbattery van mijn auto. Wat luister maar. Niks meer. Helemaal niks meer. Waarom moet dat weer al bij mij overkomen? Ik weet het niet. Dus ik heb dus een low battery. Dus namiddag gaat mijn vader dus afkomen. Voor te kijken wat er juist scheelt aan mijn wagen. Dus... Het wordt dus een dagje thuis blijven. Jippiekei. Dat is eigenlijk niet leuk. Alhoewel, ik heb me daar op verheugd. We gaan weer te werken in bedrijf X. Want ik stond weer al op voor bedrijf X. Ja, en bij deze wil het dus nu niet werken. En nu? Dat ik het niet weet. Dat ik het niet weet, mensen. Ik weet het godverdomme niet. Ik weet het even niet meer. Kloten dat het niet wilt werken. Dus ja, ik ga dus voor oplossingen moeten zoeken. Dus ik spreek jullie wel later weer. Dus ik ga kijken wat ik kan doen nu. Om voor dat mijn wagen toch wel kan starten. Ik hoop dat ik maar een halve dag thuis moet blijven, man. Vrees ervoor. Ja. Allee, salukes, joe. Dus jullie zien het, jullie zien het niet, wacht hè. Jullie zien het nu, kijk hoe laat het is. 7:55 al. Ik moet het toch eens bekijken, 7:55 al. Normaal gezien zat ik nu al in de taxi richting bedrijf X. Dan heb ik... Ik had ook niet meer voor dat mijn auto niet wil starten. Just op mijn laatste dag van de week. Ik kan me dus niet verplaatsen. Geweldig. Mijn mama kent daar ook niks vanaf. Ik ben naar oplossingen aan het denken. Mijn oma, ja, die kan niet rijden. Ik ben echt naar oplossingen aan het zoeken en die zijn er dus niet. Echt klote.
echt kloten. Kloten dat ik dat weer al heb aan de hand heb. Nee, geen leuk begin van de dag. Echt waar niet. Dit heb ik dus echt niet gewild. Ik had mijn Psycho TV klak aan. En ik was echt ready to work. Echt waar. Ik was ready to work. Want ik ben nu klaar wakker. Ik kan niet vertrekken. Ja. Echt heel leuk is het niet. Ik geef het jullie aan. Ik geef het gewoon, ja. Wat kan ik dan doen? De vlog uploaden. Dat kan ik dan nog wel nog doen. Een baaldag. Kennen jullie dat? Een baaldag. Ik heb zo'n voorgevoel dat alles, maar ook echt vandaag, alles gaat tegenzitten. Echt waar. Alles, hè. Dus ik zet jullie even hier neer. Dan heb ik hier een houderke. Yay, hands free. Want op het laatste moment zeiden die alleen nog maar tak, 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 tak. Met een motor. Dus, en dat was dus dan ook niet de bedoeling. Ja, shit happens. Moet je daarom stressen? Ja. Ik heb nu een hele hoge stressfactor. Wel van, ik verlies nu inkomsten. En dat is niet goed. Dat is zeker niet goed. Zeker niet goed. Voilà, 19 uur. Voilà, mijn vlog staat alweer al ingesteld voor online te komen. Ik ga ze biedt nog eens een keer proberen. Als dat niet lukt, ja, dan geef ik het op. Ik kan hier nog een keer proberen. Ik neem jullie nu mee en mijn wagen toe. Ik ga het nog eens een keer proberen. Als dat niet lukt, ja. Nu ben ik wel echt gestrest. Dat is echt niet leuk. Echt, 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 echt niet leuk. Dat mijn bulletje niet wilt starten. Ik moet nog een keer proberen. Jullie mogen er live bij zijn. Ja, bedoel dat bij deze fragment er gegarandeerd erbij zijn. Dus ik ga kijken ook al naar mijn lichten. Dat ziet er al niet goed uit. Ik vrees ervoor. Dat alles staat uit. 3. 2, 1. Nee, ik moet het al niet meer doen. Want ik zie het al. Alles gaat weg. Zelfs mijn radio wil niet meer werken. Huh. Leuk. Klik op tuner. Dat wil zelfs niet werken. Nee, maar... Frida, je bent een goede. Dat wil weer al wel werken. En nu nog met een motor. Je hoort het. Niks. Ze heeft... Hey, ik heb niet gevraagd dat je terug mocht opspringen. Leuk, hè? Heel leuk. Hallo, yes. Kijkers. Ik ben nu onderweg naar Alke Kruispunt. Daar komt
s'avonds mijn schatje aan met de bus. Ja, want ik kan haar dus niet komen halen gaan. Want een zinsbouw weer al. Om te gaan te halen. Want mijn batterij van mijn auto is plat. En ja. En als ik aan het wandelen ben, dan doe ik toch liever lange broek aan. Maar van het ongedierte, dus gelijk te tekenen al. Maar als ik kijk eens ga eten of zo, dan doe ik nu wel een korte broek aan. Bij deze. Ik ga jullie laten, want mijn mama belt. Ik ben terug. Mijn papa is ook gearriveerd, je ziet het. Die heeft de startkabels eraan gehangen. En die gaat hem daar even mee rondrijden. Zo, mijn papa is nu even met mijn wagen aan het rondrijden. Om de batterie terug te laten opladen. En dan hopelijk, ik ga dus morgen vroeg opnieuw testen. En dan hopelijk blijft hij me doen. Zo niet. Dan wordt het een nieuwe batterij. En dat is ook weer al kostelijk. Yippie-ki-yay. En ondertussen tijd is er ook nog iemand bij komen zitten. Ze zit nu spelletjes te spelen op haar GSM. Bubbles. En het is ook mooi weer buiten. En daarom dat we ook buiten zitten. Ja, Open Thuis komt. Dat hebben jullie juist nog goed gehoord. Dus Open Thuis gaat ook nog afkomen. Dus mijn begeleidster gaat hier ook nog afkomen om even een gesprek met mij aan te gaan. En ook wel met Bea. Want Bea is ook wel stout geweest. Dus dat moet ook eens even aangepakt worden. Hè. Grapje mensen. Grapje. Nee, Bea is echt heel lief geweest de laatste tijd. Echt heel lief. En braaf. Dat mag gezegd worden. Ik ben nooit echt stout geweest. Nee. Ja, maar alleen bij de coronatijd. Dat ik hier was. Toen was ik echt gewoon niet mezelf. Ja. Wat was ik? Een balkon. Maar mensen, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu verder wachten op Astrid van Open Thuis. Mensen, ik ben weer al dus kunnen aan het rijden met mijn wagen. Jullie zien het. Ik hoop dat er morgen terug opstart. Ik hoop het. Dus, want deze morgen was echt in een ramp. Morgen om 3:15 vertrek ik terug met de wagen. En dan ga ik weer proberen dus dat alles aan bolde bij deze. Dus hopen dat hem dan opstart en muziekje mocht uit. Of anders heb ik zelfs copyright claim. Heb ik daar nog iets te vertellen? Niet echt. Nee. Ja, dat ik afscheid heb genomen van Bea. Ah, Bea, ik wou zeggen Bea. Uw milkshake is nog niet op. Mijn milkshake is ook op. Ja, ik heb deze keer neergezet voor naar Verano's ijssalon te gaan. Deze keer was het minder schat aan de beurt. Oeps. Ja, zeg, ja. Moet toch niet altijd ik zijn, hè? Dus bij deze. En dan heb ik ook nog goed nieuws. Ik ben nog ondertussen tijd ook nog gestopt bij mijn ouders. Om een batterij gaan te halen voor aan mijn auto te koppelen. Als ze niet meer wilt opstarten. Dus ja. Dat is dan ook weer al iets wat ik dus moet bijhouden. En daar is een goede jogger. Een goede loper. Ah, ik hoorde dus echt stemmen, maar dat was vooral op het voetbalveld. Van KFC Alken. Ik ga nu richting binnen toe. Mijn vlog is nu gedaan. Salut! Nee. Dat is echt te grof, hè, hoe ik nu de vlog eens heb beëindigd. Voilà. Gedaan, hup, salut, hup, bye. En dan...
Nee, zo doe ik dat niet. Hoe ik het dan altijd doe, dat is... Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet zeker niet naar mijn vlogs te kijken. En vergeet zeker niet op het belletje te trekken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Een hele mooie jogger in een Belgische pakje aan. Ik ga jullie het laten zien. Zien jullie trekken? De jogger komen. Ziet met een Belgische techniek aan. Een mooie meske. Goed aan het lopen. Hop, hop, hop. Toch nog een leuke toevoeging, hè, aan de vlog, mensen. Echt nog een leuke toevoeging. Hè. Zo'n mooie meske die aan het lopen is. Hop, 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 hop. Dat zijn mesjes die aan de conditie doen. Echt waar. Ja, nee. En nee, ik doe ook niks aan mijn conditie. Nee, ik geef dat eerlijk toe. Ik doe ook niks voor mijn conditie. Ik moet dat eigenlijk ook eens gaan doen. Ik ga... Ah, wel. Gaan fitnessen. Wat zeggen jullie daarvan? Dat ik fitnessvlogs ga maken. Misschien wat bowlingvlogs. En mijn bowlingen, ja... Ik weet het zo niet. Maar fitness, ja, oké, dat is wel fysiek heel zwaar. Heel, heel, heel zwaar. Maar voor de rest is het doenbaar, hè. Voilà, bij deze. Ik kan jullie nu echt laten. Tot morgen. Yo.